Jawel, we hebben weer een challenge. We hebben weer een probleem op de redactie. We hadden natuurlijk het probleem van de ijskast, maar je ziet het, schoongemaakt. En hij is nog steeds schoon. Dat is dan in ieder geval hartstikke mooi. Maar we hebben nog weer een ander smerig probleem hier op de redactie. Dat is namelijk de bekende magnetron. De Mass Effect magnetron. Die, nou zet ik hem aan. Ik moet hem uitdoen. Die van binnen ook niet helemaal... Hij is niet helemaal kosher. Ik weet het niet. Ik eet hier dagelijks mijn warme kip warm ik op. En ja, je weet het. Met kip kan je ook zomaar salmonella krijgen of zo. Dus deze moet schoon en we komen er gewoon niet uit. Niemand wil het doen. Iedereen gaat op zijn streepje staan. Ik doe het niet. Nou, dan moet weer een stagiair aan het doen. En ja, die doet het dan weer niet. Dan zegt alle stagiairen, nee, hij moet het doen. Hij de strootjes trekken, doen we hier niet aan. Dus, dan moeten we het gewoon maar uitvechten. Kortom, we gaan het uitvechten. Hoe gaan we het uitvechten? Nou ja, uiteindelijk dan maar met een game. Een beetje om dan gewoon maar te gaan mappen. Dat is een beetje flauw. We gaan het uitvechten met een game en dat doen we met Mario Kart 8 Deluxe. Dat is zo'n game, daar hoef je ook niet voor te oefenen. In principe zou iedereen dat moeten kunnen spelen. En drie mensen zijn een soort van afgevallen in de shortlist die deze magnetron moet schoonmaken. Dat ben ik, helaas. Dus daarom zeg ik al, mappen doen we niet, want dan had ik wel gewonnen. Het is Daan, alhoewel Daan ook wel vrij uit de kluiten gewassen is, maar Daan heeft een kapotte knie. Dus dan trap ik hem eerst daar en dan kan hij niks meer. Hij heeft wel van FIFA van me gewonnen, dus vandaar dat wilde ik niet. Dan maar Mario Kart. En we hebben Bo. Bo, die werkt ook bij ons, die zie je af en toe wel. Dat is dat meisje waar dan iedereen helemaal... Oh, dat is een meisje. Er is een meisje op de redactie. Ja, we hebben er nu twee. Shelly hebben en Bo. En Bo is gewoon van de evenementen en die werkt hier gewoon keihard. Maar goed, Bo heeft ook het kleine strootje te pakken gehad. Dus met z'n drieën gaan we in Mario Kart in de battle mode uitmaken... Wie er de magnetron moet schoonmaken. En om het allemaal even wat gecompliceerder nog te maken, mogen we niet met de standaard characters spelen, maar met de nieuwe characters. Er zitten wat Splatoon characters in en andere types. Dus niet met Bowser of met Toad of met Princess Peach of Mario. Nee, de nieuwe characters. En dat gaan we live streamen. En dan hoop ik dat ik dit keer nu niet hoef schoon te maken. Maar ik ben bang dat het wel het geval is, want ik moet een klein dingetje spelen, man. Die handen zijn toch veel te groot daarvoor. Dat gaat helemaal niet werken. Maar goed, Daan heeft ook hele grote handen, dus wie weet kan hij er ook geen reet van. Maar Daan zegt dat hij nooit gegamed heeft en dat zei hij tegen FIFA ook en dat was ook gelul. Het is gewoon een liegert. Goed, we gaan even zitten en dan gaan we zien hoe het gaat gebeuren. We zijn live bij de Mario Kart 8 Deluxe Magnetron Challenge. Daar staat hij weer. De magnetron heeft een probleem en dat is dat hij heel smerig is. En die moet schoon en niemand wil dat doen hier op de redactie. Dus hebben we uiteindelijk strootjes getrokken en uiteindelijk is Daan, Bo en ik zijn overgebleven. Hij is eigenlijk niet meer een halve Game King inmiddels. Hij loopt ook nog wel een soort uitgebreid stage. Bo, ja. Die werkt bij evenementen, dat is dat meisje wat je op de achtergrond altijd wel eens ziet. En ja, het is een meisje, hè? Dan hebben we dat ook even gehad, dat iedereen dat ook nu allemaal weer een keer krijgt. Dat... Oh, het is een meisje! Ja, er werken hier ook dames. En ik dus, en een van de drie, moet de magnetron straks gaan schoonmaken. En dat doe ja, ik. Ik heb vorig jaar ook al de ijskast, ik heb er helemaal geen probleem mee. Fuck it, dan doe ik het alweer. Ik vind het wel faal dat jij niet King Boo neemt, als je Bo heet. Oké, okay. Zullen we ruilen? Ja, wat is B? Want die klokjes kloppen niet meer. Jawel, die klokjes kloppen nee, wel. Nee, A is weer B. Ja, A is B. Dat is en Nintendo. X is A. We hebben er allebei één Bo, dus dat gaat niet zo heel veel. Jij maakt hem wel schoon. Maar je staat, ik sta nog wel boven jou. Ja, ik heb er drie. Dank u wel. Nee, je echt opboeken. Shit. Kut. Nee, dat kan niet. Echt op de seconde. Oh, jij staat tiende, Bo. Ik had drie en de tijd was om en ik was klaar. Bo die zit al bijna op de magnetron. Op X, is er een prijsuitreiking? Nee! Few results. Ja, dit is hem. Kut. Het is gebeurd. Shit. We hebben eigenlijk wel schoonmaakt kunnen
huis? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft Koen geregeld. Koen, hebben we schoonmaak voor yes! Oh! Gewoon eerste. Ik ben laatste. Gewoon van iedereen. Bo is laatste geworden. Gewoon zo, ik heb zelfs verloren van de computer. Nou, deze binnenkant dan nog even. Dat was wel iets om droog te maken. Zo, en ik zou hem eerst even laten drogen. Hoppakee. Nou ja, zo schoon is die eigenlijk niet als ik dat zo zie.